Dames en heren, het is half elf inmiddels, dus het lijkt me een goed moment, nou, eigenlijk een te laat moment, maar in ieder geval een geschikt moment om naar de uitbundige raadscommissie de vergadering van de gemeenteraad te openen. Ik constateer tot mijn grote geluk dat wij compleet zijn vanavond. Dat is toch mooi om te constateren. Fijn dat iedereen in goede gezondheid aanwezig kan zijn vandaag. Van de leden van de raad, meneer de Jonge, maar ik ben blij dat u zo opmerkzaam bent. U krijgt overigens de hartelijke groeten vanuit Mexico van wethouder Schelen. Bijzonder aan u, moest ik hem zeggen. Ja. Er gaat geen dag voorbij in Mexico of hij denkt niet aan u, meneer de Jonge. Ik zal de groeten van harte overbrengen. We hebben een prachtige agenda voor liggen. Zou dat op deze manier mogen? Dan hebben we de agenda vastgesteld met elkaar. Er zijn geen vragen voor het vragenhalf uur. Dan kom ik bij de besluitlijst van 10 maart. Daar zijn ook geen opmerkingen van tevoren aangekondigd. Dus ik ga ervan uit dat wij die vast kunnen stellen. Dan hebben we dat gedaan. Dan kom ik bij de mededelingen vanuit het college van BMW. Ik kijk even naar wethouder de Keurs. Die heeft denk ik niks. Ik heb het wat laten zien. Dan heb ik namens het college wel een mededeling. Die is wel van serieuze aard, dus ik zal even proberen in die rol te komen. Het college heeft de afgelopen week de presentatie gekregen van bureau Louter over de Rotbrink. Zij hebben hun rapportage afgerond. Dat heeft ertoe geleid dat wij in het college daar een eerste bespreking over hebben kunnen doen in aanwezigheid van Louter. Vervolgens heeft dat ertoe geleid dat wij een soort van hoofdlijn hebben uitgezet wat zou moeten leiden tot een raadsvoorstel. Dat hebben we afgelopen dinsdag in eerste lezing in het college kunnen bespreken. Het is ons niet gelukt om de bespreking af te ronden. Dat heeft vooral mee te maken dat we naar aanleiding van het raadsvoorstel in combinatie met de bijlagen, en dat is redelijk aanzienlijk, toch nog de nodige vragen hadden en hebben in het college. Met name ook vanwege de financiële effecten, niet alleen over hetgeen is gerapporteerd, maar ook richting de toekomst. Dat maakt dat we in ieder geval een week nodig hebben om antwoorden op die vragen te krijgen. Die vragen zijn wel te beantwoorden, maar dat betekent dat wij pas in onze vergadering van, dus ik kijk even naar de secretaris, van 12 april tot een finaal raadsvoorstel kunnen komen. Dat dat dus 2 weken later in uw richting komt. Dat vinden we vervelend, want ik had het graag zelf dinsdag jongsleden afgerond. We hebben ook al even een discussie gehad wat nou belangrijker is, maar we zijn in ieder geval in het college van oordeel dat in dit geval ook gelet op de financiële consequenties het verstandig is om zorgvuldigheid en volledigheid even voor snelheid te laten gaan. Wat wel belangrijk is geweest bij die afweging, dat zeg ik er ook maar direct bij, is dat we in ieder geval ruimschoots voordat de bespreking van de kadernota en de jaarrekening aan de orde is, u wel over de stuk van de Rotbrink kunt beschikken, zodat u bij de financiële besprekingen ook gewoon alles kunt betrekken. Waren dat niet zo geweest, dan had ik hier nu wat anders gezeten. Maar ik vraag uw begrip dus voor het feit dat wij even 2 weken langer nodig hebben. Maar het is aanstaande. En dan hebben we daarover een raadsbrief geschreven. Die wordt u zo dadelijk aangereikt waar hetzelfde nog een keer in staat. Maar ik vond het zelf niet zo correct om dat met de algemene post mee te doen. Dus vandaar dat ik dit moment gebruik om toch een mededeling daarover te doen. Dan ben ik zelf voorzitter, maar de heer De Jonge heeft een vraag. Ik knop u drukken, dat is maar een heel eenvoudige vraag, lijkt mij. Want ik heb gelezen in de verslag van het college en de besluitenlijst daarbij, dat u in deze wel een brief heeft opgesteld en verzonden heeft over Bouten- en Moerenplein. Als dat correct is, zouden wij die als raad kunnen krijgen? Nee, ik zit even te overleggen, want het klopt inderdaad dat wij een brief daarover hebben vastgesteld. Die ging overigens niet zozeer over de Rotbrink zoals ik dat zojuist beschreef, maar raakt daar wel aan, zou je kunnen zeggen. Volgens mij is het geen bezwaar dat wij die brief onder de leden van de raad verspreiden. Dus als u daar waarde aan hecht, dan kunnen wij dat doen. Ja, ga eerst naar de geadresseerde. Ja, ik zit even naar rechts te kijken, want het is niet mijn portefeuille, maar dat gaat goed komen. Oké. D'accord, dat waren de mededelingen. Dan kom ik bij de hamerstukken. Dat betreft de verantwoording van de fractiebudgetten om een 2015. Daar is al over in het presidium gesproken. Het is de bedoeling dat wanneer dat hier vastgesteld wordt, het ook gepubliceerd wordt op de website. Het is een hamerstuk, dus ik ga ervan uit dat we dat als zodanig kunnen doen. Alles geschiet.
En dan kom ik bij de twee bespreekstukken van vanavond. Dat begint met de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan De Vlierbrink. Wie zou daarover het woord wensen? Nou, dat mag ook. Ja, dat klopt inderdaad, zo'n terechte mededeling van de heer Jong. Ik was nog zo blijven hangen in het plan dat wij vanavond teruggetrokken hebben, dat ik even weer moet schakelen naar wethouder Ter Kust. De wethouder, excuus. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik was niet van plan om dit plan vanavond terug te trekken. Of u voor te stellen om het uit te stellen. De stadsbouwmeester heeft na de gesprekken die hij gevoerd heeft met nog meer mensen gesproken. Ook ik zelf heb met een aantal mensen mogen spreken over het beeldkwaliteitsplan. En bij de 44 opties die er zijn, is de stand van zaken als volgt. Eén familie die een zienswijze had ingediend, had ook een plan ingediend dat volledig akkoord is wanneer het beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld. Dus die hadden eigenlijk een zienswijze ingediend zonder achteraf een gegronde reden. Er is één plan ingediend wat ingetrokken is. Van vier zienswijzen hebben we contact opgenomen met de families, maar die hadden nog geen concrete plannen. En die hebben aangegeven het wel op prijs te stellen dat we in contact met hen wilden treden, maar die wilden pas met de stadsbouwmeester om tafel op het moment dat ze concrete plannen hadden. Dan waren er twee plannen qua bouwaard niet akkoord en dat betrof één familie met een zienswijze en één die geen zienswijze heeft ingediend. En dan zijn er nog 36 plannen over en die 36 plannen waren in hoofdlijnen akkoord op basis van het beeldkwaliteitsplan. Twee plannen behoeven nog nadere detaillering. Twee plannen behoeven nog een nader overleg ten aanzien van de hout aan de gevel. Eén plan moet nog een aanpassing hebben ten aanzien van de voorgevel. En één plan, daarvan wordt hier gezegd de zijgevel niet geheel in balans. Zal je maar gebeuren. En toen bleven er nog een aantal plannen over, waarvan er velen in hoofdlijnen akkoord zijn en 16 in hoofdlijnen akkoord, behoudens de kleurstelling. Ik heb met een aantal mensen mogen spreken waar dat het geval was, nadat zij hun oorspronkelijk bouwplan hadden aangepast aan het beeldkwaliteitsplan qua hoofdvorm. En dat heeft ertoe geleid dat ik in overleg met mijn stedenbouwkundige het college heb voorgesteld en vanavond u wil voorstellen om drie woorden uit het beeldkwaliteitsplan te schrappen. Namelijk hoofdzakelijk donkere tinten. Als wij die drie woorden uit het beeldkwaliteitsplan schrappen op bladzijde 11, laatste bullet, dan vallen ook deze 16 plannen onder de goedkeuring van de stadsbouwmeester en de stedenbouwkundige. Met andere woorden, dan zijn we behoorlijk op dreef. Daar wou ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. U heeft daar vandaag of vanmiddag nadere informatie over gekregen, waarin dit ook kort staat weergegeven. Maar het is inderdaad goed dat we dat nog even kort en expliciet hier nu aan de orde hebben. Want het zou mogelijk kunnen zijn dat de mail ook aan uw aandacht is ontsnapt. Dus dan hebben we dat in ieder geval goed bij de kop. Dus met inachtneming van de opmerking van de wethouder waarin dit voorstel is gedaan, zou ik het in bespreking willen brengen. Ik heb net al geconstateerd dat volgens mij alle fracties het woord wensen. Dus laat ik beginnen met de fractie van het CDA, de heer Katerberg. Ja, dank u voorzitter. Als vanmiddag dat bericht niet was gekomen, dan was ik begonnen met de vraag, moet op basis van de gevoerde gesprekken er nog een aanpassing plaatsvinden van het BKP, bijvoorbeeld ten aanzien van de kleurstelling? Zie raadsbrief. Voorzitter, ik kan dus een aantal zaken weglaten. In een commissievergadering, en ik ga eigenlijk niet zozeer in op het beeldkwaliteitsplan, maar meer op het hele proces. Want met het beeldkwaliteitsplan hebben wij geen problemen meer als fractie. In de commissievergadering stond de communicatie tussen gemeente en deelnemers aan de ontwerpsessie nogal nadrukkelijk in de aandacht. Voor de CDA-fractie staat in ieder geval vast dat tijdens de ontwerpsessie de indruk is gewekt dat er volledige vrijheid van bouwen en architectuurstijl zou zijn. In ieder geval tot aan de tekening van het optiecontract. Immers hier was het beeldkwaliteitsplan een onbindende voorwaarde. In het eindverslag inspraak wordt deze onduidelijkheid door de gemeente verwoord met dit valt te betreuren. En we hebben er wat van geleerd, maar dat is mijn toevoeging.
Op basis van contacten met optanten trekken wij de opmerking in de eindverslaginspraak dat er nadrukkelijk, en dat heb ik vet geschreven, over het beeldkwaliteitsplan is gecommuniceerd. In twijfel. Het is maar wat je onder nadrukkelijk verstaat. De beleving van optanten is in ieder geval anders. Wij snappen de opmerking op pagina 2 van de raadsbrief met betrekking tot de juridische consequenties. Toch was het hier op zijn plaats geweest om nogmaals een opmerking te maken in de trant van het valt te betreuren. En we hebben ervan geleerd. Met betrekking tot de laatste passage in zaken de doorlooptijd van het proces constateren wij dat de laatste sessie in januari 2015 heeft plaatsgevonden. Het is nu maart 2016. Dit is voor mijn fractie onvoldoende uitgelegd. Deze raad gaat niet over de bedrijfsvoering, maar het kost moeite om hier niet iets over te zeggen. We mogen toch veronderstellen dat baten en lasten onderdeel vormen van prioriteitsstelling. Een vraag aan de wethouder. Wat hebben we van dit proces geleerd? Zijn bijvoorbeeld procedures aangepast? En tot slot nog een suggestie. Een paar jaar terug was er een bijeenkomst van Trendbureau Overijssel. Een deelsessie ging over bouwen in Almere. Hier kwam aan de orde dat potentiële bouwers een half A4'tje meekregen met een opsomming wat niet mogelijk was. Misschien ook iets voor ons. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de fractie van de VOV, de heer De Jonge. Ik zal de kaart van de heer Katerberg, nou die krijgt hij dan gelijk terug. Ik denk nou, ik zal hem even bewaren. Maar... Ja, voorzitter, en zelfs na de mooie woorden van meneer Katerberg kan ik maar de helft van mijn betoog kan ik weglaten. Want nou ja, in ieder geval moet ik wel een compliment uitdelen voor het proces hoe dat na de laatste commissievergadering gelopen is. Is het accordaat opgepakt. Alleen, ja, ook wij vinden dat dit proces mag niet meer plaatsvinden. Want als je tegen de burger zegt alles mag, alles kan en vervolgens kan dat niet. Dat mag in onze optiek niet meer gebeuren. Voorzitter, ik vraag wel even aan u, want de wethouder geeft aan van dat er een aantal dingen geschrapt worden. Betekent dat wij als raad straks een amendement van het college voorkrijgen waarin staat van hoe dat allemaal precies gaat? Want daar heb ik dan wel behoefte aan, hè, dat we even goed vastleggen hoe dat het college zelf amendeert. En als dat het geval is, voorzitter, dan kunnen wij met dit plan leven. Maar ik wil net als heer Katerberg wel graag weten van hoe we in de toekomst met deze processen omgaan. Dank u wel. De technische invulling komen we zo wel even op terug. Overigens, alles kan bijna in de ommen, dus waarom dan niet een college dat amendeert? De fractie van D66, de heer De Vries Robles. Voorzitter, u moet wel voorzichtig worden met uw woordkeuze, want bijna alles. het zal ook duidelijk zijn dat ook wij als D66, overigens ook ben ik persoonlijk betrokken geweest in de beginfase, niet erg gelukkig zijn met de schoonheidsprijs zoals het hele proces gelopen is. En we zijn ook blij met de aanvulling die de wethouder vandaag gegeven heeft. En het zal duidelijk zijn dat dat een hele verbetering is. Maar ik heb toch nog een vraag over. Want wat niet mocht, dat was wit. Maar er stond nog een tweede term. Cubistisch modern. En de vraag is, waren er ook mensen die plannen ingediend hebben die op grond van die voorwaarden afgewezen zijn? Want boerderettes hebben we het allemaal over gehad dat dat wel kan. Maar waarom zou in een nieuwbouwwijk niet gewoon moderne woningbouw kunnen? En die vraag zou ik ook graag nog beantwoord willen hebben. Ik kijk naar de fractie van de VVD, mevrouw Schunselaar. Bij de behandeling van het masterplan, dat was in de commissievergadering van april 2015, heeft de VVD het college complimenten gegeven over de aanpak van de vlierlanden. En dat zou ik nu vandaag ook graag willen doen over het beeldkwaliteitsplan de Vlierbrink. Ja, zeg het eens drie keer achter elkaar, Vlierbrink. Dat lukt je niet. Dat lukt je niet. Ik heb dat geprobeerd, maar iedereen struikelt en ik ook. Er is vanavond al eerder over gesproken. Het hangt toch af van een paar factoren en wij noemen vooral dan de procesgang. Maar misschien heeft het eigenlijk niet zozeer met het plan te maken, maar de procesgang vinden wij ook niet de schoonheidsprijs verdienen. Want hoe komt het toch dat er het idee hier in Ommen leefde dat er in Ommen voor wat betreft architectuur alles kon op de Vlierbrink? Komt dit omdat de wens de vader van de gedachte is geworden? Dat op zich vind ik positief, want het is tekenend voor de creativiteit, de vindingrijkheid en de onverwachte wensen van veel mensen. Hartstikke mooi. Het is ook wel een punt om dat voor de toekomst eens vast te houden.
En ook vervolgens om er wat mee te doen. Want uit creativiteit en uit vindingrijkheid ontstaan vaak hele mooie dingen. Tuurlijk, over smaak valt te twisten. Ik hoorde net al cubisme. Ja, één vindt het mooi en de ander zegt, wat moet je met zoiets? Zo'n schoenendoos. Maar ik zelf hou wel van creativiteit, innovativiteit en vooral van ondernemende mensen. Ja, en als dan toch de werkelijkheid iets anders is dan de vrijheid, blijheid, zoals mensen zich hadden voorgesteld, dan kan ik me voorstellen dat er een vorm van teleurstelling is. En dat hebben we ook in de commissievergadering gemerkt. De raadsbrief en de aanvulling van vanavond, daar ben ik heel blij mee, heeft meer houvast gegeven. En uiteindelijk zullen we vanavond moeten komen tot een uitspraak over dit raadsvoorstel. Ik heb in de commissievergadering verzocht om eens te kijken of het juridisch mogelijk is de reeds gemaakte kosten, bijvoorbeeld architect of wat dan ook, teruggevorderd te krijgen. Nou, in de raadsbrief lees ik dat dit juridisch niet te adviseren is. Nou, ik zou daar graag iets meer duidelijkheid over willen hebben. Wat niet te adviseren is, wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Want de reden is, dat staat dan in de raadsbrief, dat de gemaakte ontwerpkosten vanuit eigen initiatief komen en eigen verantwoordelijkheid hebben en een eigen risico hebben. Begrijp ik, maar toch knelt het een beetje. Dat knelt des te meer, omdat dus in de brochure, en ik heb hem eens meegenomen, staat: bouw het huis van je dromen in de Vlierbring. Als nou het huis van je dromen een totaal ander huis is dan de huizen, ik noem het niet, maar de huizen die dus nu genoemd worden, ja, dan denk ik dat je daar toch ook aan tegemoet zou moeten komen. Maar goed, als dat je droomhuis is, dan denk ik, nou, why not? Dat is nu ook weer duidelijk een kip en het ei verhaal. De conclusie is, en dat is vanavond al eerder gezegd, dat er een veel betere communicatie moet komen. Dat had moeten komen, dat moet ook komen en dat zal zeker in de toekomst, zullen we daar hard mee aan de slag moeten. En dan het eindverslag, inspraak, beeldkwaliteitsplan, de Vlierbrink, want dat moet je natuurlijk ook even lezen. En de algemene teneur van die inspraak was de inperking van de verwachte mogelijkheden. Nou, er is voldoende over gezegd. Dan komen we bij het beeldkwaliteitsplan. Ik heb gezegd in het begin, ja, daar zou ik ook een compliment over moeten geven. De procesgang niet, maar wel het beeldkwaliteitsplan. Hoewel het, wat de VVD-fractie betreft, spannende, innovatieve, creatieve gemogen. Dat is voor ons prima. Daar kunnen we mee instemmen. Want terugvallen op datgene wat u in de commissievergadering heeft gezegd, dat is voor ons geen optie. We willen graag verder met Ommen. Dank u wel. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat betreft de aanpassing die de wethouder voorstelt, akkoord. Dan gaat het dus om die donkere kleurtinten. Ja, dan kun je grap gaan maken over 25 grijs, maar dat ga ik niet doen. Over de communicatie is inderdaad al voldoende gezegd. Over het beeldkwaliteitsplan zelf. Ik wil er toch even een paar opmerkingen over maken. Er staat in, we gaan van buiten naar binnen, van landelijk wonen naar meer dorpse architectuur. En ik heb vijf verschillende architecten gesproken en gevraagd, wat verstaan je nou onder dorpse architectuur? En ik kreeg vijf verschillende antwoorden. Dus wat dat betreft is er ook nog wel diversiteit mogelijk. En over het verbieden van een geheel witte gevel aan de rand van de Vlierbrink. Nou, we hebben toch ook nog een aantal voorbeelden in ons prachtige buitengebied van Ommen, van huizen die spierwit zijn met vier of vijf gevels. Voorzitter, verder geen opmerking. Dank u wel. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van de LPO, de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Laten we beginnen dat we als LPO in ieder geval erg blij zijn met het grote aantal opties wat genomen is in de nieuwe wijk. Er zit weer beweging in de huizenmarkt en dat is toch waar we met z'n allen op zitten te wachten. Toch ontkomen wij er ook niet aan om te zeggen dat het proces wat gelopen is zeker niet de schoonheidsprijs verdient, terwijl het daarbij welstand toch wel over gaat.
Om niet alles te herhalen, maar een korte samenvatting. Laten we ervan leren dat we vooraf de spelregels vaststellen voordat we het spel gaan spelen. Ik denk dat dat alles zegt in deze. En daarom snappen we ook de teleurstelling bij een aantal gegadigden. De verwachting was immers dat alles kon. Desondanks waarderen we ook zeker de inspanning van de wethouder die op zich heeft genomen. En het heeft geleid tot een groot aantal alsnog goedkeuringen van een aantal bouwplannen. Jammer genoeg, en ik heb net zijn opsomming snel even opgeschreven, zijn er in ieder geval nog twee plannen die niet akkoord zijn. En heel graag zouden we als LPO tot een 100% score komen. Wil en kan de wethouder misschien daar iets in betekenen, misschien zelfs wel een toezegging doen dat hij in ieder geval zijn uiterste best gaat doen om ook dat misschien nog voor elkaar te krijgen. Want er zitten toch nog een aantal teleurgestelden, waarschijnlijk hier ook op de tribune. En het zou toch mooi zijn als we tot die 100% score konden komen. Wel zal de LPO, zeker ook met de aanpassing qua kleur, die zeker onze instemming heeft, zeker instemmen met het beeldkwaliteitsplan. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kom ik tenslotte bij de fractie van de ChristenUnie, de heer Wint. Voorzitter, dank u wel. Ja, wij als ChristenUnie kunnen hier ook redelijk kort over zijn. We zijn eigenlijk vanaf het begin enthousiast geweest over deze plannen. Zo ook over het masterplan wat we ooit vastgesteld hebben. En we waren er enthousiast over, juist omdat dat bepaalde kaders aangaf die passend waren voor Ommen. Wat ons betreft moest het geen allegaartje worden, maar wel moest er een bepaalde samenhang in zitten. En dat werd wat ons betreft goed afgekaderd. Daarom hadden wij ook wel een beetje een kater naar de commissiebehandeling. Inderdaad, dat er zoveel verschil van mening was over van ja, wat nou wel zou kunnen en wat niet zou kunnen. En daarom zijn we ook wel blij met de gekozen oplossingsrichting nu, met toch een kleine aanpassing die nu gedaan is, waar wij gewoon heel goed mee kunnen leven. Dus ja, wat ons betreft hebben wij geen bezwaar tegen deze plannen. Het is wat mij betreft, of wat ons betreft wel zo dat, ja, wij zouden ook graag een 100% score willen. Maar wat dat betreft willen we dan wel dat het passend is bij Ommen. Dus als er echt plannen zijn die daar gewoon totaal niet in passen, ja, dan houdt het wat ons betreft wel op. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dan kom ik in de eerste termijn van het college, wethouder Ter Kust. Voorzitter, dank u wel. Meneer Katerberg, meneer De Jonge, meneer De Vries op les, mevrouw Schunselaar, meneer Moeman, meneer Remmers, meneer Wind. Ik hoop dat hier vanavond met de stofzuiger een rondgang is gemaakt. Want ik moet 7 keer door het stof ten aanzien van de procedure zoals die is gelopen. Het was iets nieuws voor de gemeente Ommen. En soms pakt het goed uit. En soms pakt het niet goed uit. Dit is een voorbeeld van hoe het niet goed is uitgepakt. Zeker ten aanzien van de verwachtingen. Wat hebt u geleerd? En dan zou ik eigenlijk meneer Leuk aan moeten kijken. Die zou dat ook vragen aan zijn leerlingen. En wat hebben wij vandaag geleerd? We hebben geleerd dat je de oude weg moet bewandelen van eerst een masterplan, dan een beeldkwaliteitsplan en dan in overleg met aspirantkopers. Dan ga je de zandbak in, dan ga je kleien. En we hebben nog iets geleerd. Als je iets nieuws probeert, dan staat of valt dat met een hele goede communicatie. Was hier in alle gevallen sprake van een goede communicatie? Mijn conclusie is nee. En er staat inderdaad heel ambtelijk, wij betreuren, en dat had er nog wel een keer mogen staan, en ik zeg het nogmaals, ik betreur dat ook met u, meneer Katerberg. Ik heb voldoende signalen om aan te mogen nemen dat er gecommuniceerd is, zeker door één persoon, alles kan en alles mag. En dat is niet de intentie geweest en dat had anders gecommuniceerd moeten en kunnen worden. Ten aanzien van de doorlooptijd, het heeft ook veel en veel te lang geduurd. En ik kan u niet uitleggen waarin dat nou precies heeft gelegen. Maar als ik mijn stedenbouwkundige spreek, die zegt van misschien zijn ze ergens wakker geworden. Hé, een beeldkwaliteitsplan, anders vallen we terug op. En dan krijg je alleen maar de boerenschuren zoals ze overal staan. Meneer De Jonge, hoe wordt een en ander verwoord? Dat staat in de dictum. Dus wij zullen niet voor gaan stellen vanuit het college. Dat is ook onze rol niet.
aanpassingen doet u, veranderingen, dat doet u. Maar in de dictum staat de kleine aanpassingen zijn, dat is het schrappen van die drie woorden. Meneer de Vries Robles, waarom niet cubistisch? Dat heeft, en dan gaat het om de vormen aan de rand. Met name voor de rand is bepaald, als ik me aansluiten, bij het landschapstype zoals Ommen dat kent. Bijvoorbeeld het ontginningslandschap. In de binnenkant kan veel meer, ook qua vrije vormen. Maar juist aan de rand, daar zit nou het probleem. En dan kom ik gelijk bij meneer Wind en bij meneer Remmers. Als ik het voor het zeggen had, zou ik het anders doen. Maar dan had ik nu ontslag moeten nemen en stadsbouwmeester moeten worden. Want daar hebben we namelijk de stadsbouwmeester voor. Meneer Moerman, ik kan er nog wel 5 architecten bij halen die met nog wat anders komen. Maar er is maar 1 persoon die hier een bindend advies geeft richting het college. Straks ten aanzien van al die bouwplannen, dat is de stadsbouwmeester. En alleen op gegronde redenen kan het college daarvan gemotiveerd van afwijken. En het kan dus niet zijn omdat de vorm dan zo leuk is. Daarvoor hebben we nou juist die stadsbouwmeester ingehuurd. Dus helaas mevrouw Schunselaar, aan de rand, die creativiteit, dat zal niet gaan. Toch complimenteert u nog de gemeente met het beeldkwaliteitsplan uiteindelijk. Ik ben daar niet voor verantwoordelijk. Dat is wat de mensen samen ervan gemaakt hebben. Dat is wat mijn stedenbouwkundige ervan gemaakt heeft en wat de stadsbouwmeester ervan gemaakt heeft. Dus die complimenten moet ik daar neerleggen. Meneer Wind, u had er een kader van. Die heb ik een aantal keren gehad. Ik was er ook niet vrolijk van. Maar ja, het voordeel van een kader is, als je je rust neemt en jezelf in acht neemt, dan gaat die vanzelf over. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een tweetal gesprekken met 3, 4 betrokkenen zelf mogen voeren. En het waren hele, hele goede gesprekken. Met wederzijds respect. En ik ben ook blij en dankbaar dat ik met die mensen op een fatsoenlijke, nette manier ben uitgekomen. Voorzitter, daar wou ik het bij laten. Dank u wel. Dan denk ik dat met het hanteren van de stofzuiger we een heel eind in de goede richting komen als het gaat om de opmerkingen van de raad in de eerste termijn. Maar ik kijk of er desalniettemin nog behoefte is aan een woord in tweede termijn. Want als dat niet zo is, zou ik willen voorstellen om over te gaan tot besluitvorming. De heer Remmers in ieder geval. Mag ook vanaf die plek. Dank u wel, voorzitter. Waardering voor alle antwoorden. Maar toch wil ik nog 1 poging wagen. Want ook al is hij geen stadsbouwmeester. Ik had de wethouder nog gevraagd van goh, is er een mogelijkheid om dezelfde soort gesprekken als dat u gehad heeft? Heeft u niet met iedereen gehad? Er staan er nog 2 afwijzingen open. Heeft het nog zin om eenzelfde soort gesprek als dat u gevoerd heeft ook met deze mensen te voeren? Dat was nog de laatste. Kijk, even of er nog een andere vraag is. Als dat niet zo, mevrouw Schunselaar nog. En de heer de Vries Robles. Ja, voorzitter. Ik heb de opmerking gemaakt over creativiteit, vernieuwend, et cetera, et cetera. En ik kreeg als antwoord van ja, dat sluit niet aan bij, zeker de rand, dat sluit niet aan bij het land wat erachter ligt. Daarover kun je natuurlijk van mening verschillen en dat doe ik dus ook. Ik zou wel graag willen dat er in de toekomst eens iets verder gekeken wordt, nee, gewoon verder gekeken wordt dan datgene wat wij altijd gewend zijn in Ommen. Want soms moet je wel eens stappen voorwaarts nemen. Dank u wel. Dank u wel. En dan de heer de Vries Robles tenslotte. Ja, ik wou nog even de wethouder volgens mij in herinnering brengen dat ik gevraagd had of er ook plannen op dit aspect wat ik genoemd heb afgewezen zijn. En de tweede opmerking die ik nog wil maken, ik heb volgens mij hier voor mij de kaart van de Zwolse weg. En daar staat toch een bijzonder wit cubistisch huis aan de rand van de bebouwing. Naast een boerderette. Waarom kan het daar wel? Wethouder de Kust. Voorzitter, begin ik bij het laatste. Volgens mij is er een ander bestemmingsplan. En volgens mij zijn er andere afwegingen. Nee, u hebt zelf het masterplan voor de Vlierbrink vastgesteld. En daarin hebt u een aantal randvoorwaarden benoemd. Waaraan het moet voldoen. En met name bij de rand van de Vlierbrink gelden die randvoorwaarden des te zwaarder. Mevrouw Schunselaar, u had nog de vraag, zijn er plannen? Daar heb ik net al op geantwoord. Er zijn 2 plannen die niet voldoen. En dat zit hem in de bouwstijl. Niet in de kleurstelling. Dat heb ik in het begin al gezegd. Ten aanzien van de creativiteit, dat ben ik bij u eens. Maar ik heb ook gezegd, we moeten een andere volgorde doorlopen. Masterplan, beeldkwaliteitsplan. En dan pas de zandbak in en gaan kleien.
Meneer Remmers, ik kan u dat niet toezeggen, want dan ga ik echt op de stoel zitten van de stadsbouwmeester. Als die mensen bereid zouden zijn om te ruilen van kavel, aan de binnenkant is veel meer mogelijk dan aan de buitenkant. Die kubistische vormen, want dat zijn twee plannen met kubistische vormen. En ik heb er één van gezien en het is echt, die is mooier dan die aan de Zwolseweg. Ik vind hem echt heel mooi. Alleen niet passend binnen de uitgangspunten die wij vastgesteld hebben. Laat ik u zo zeggen, als ik zo'n huis zou hebben zoals ik hem gezien heb hier in Ommen, dan stond morgen de verhuiswagen, want dan wou mevrouw naar Ommen. Voorzitter, wou ik bij laten. Stem wat tot nadenken, dit soort opmerkingen. Ik begrijp dat er nog kavels beschikbaar zijn, ja, maar niet aan de rand. Misschien kunnen we gelijk zaken doen, want dat levert tenminste de gemeentekast dan weer wat op. Ik weet niet of de gemeentehypotheek nog bestaat, maar alles is bespreekbaar. Nee. Nou, allemaal transparant hier, hè, wat wij doen, dames en heren. Als ik zo een beetje rondkijk, denk ik dat u allemaal kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt. Nou, dan is dat denk ik een mooie afronding van een proces wat we hebben doorlopen. En dan komen we tot dat besluit. Dan kom ik bij het laatste agendapunt van de avond. En dat gaat over de winkeltijdverordening Ommen 2016. Aangezien het feit dat ik portefeuillehouder ben namens het college, is het niet zo voor de hand liggend dat ik het voorzitterschap op me neem. Dat zal de waarnemer of de plaatsvangend voorzitter doen, de heer Katerberg. Dus die komt deze kant op, zodat ik rustig kan meeschrijven. Ook hier geldt, laat ik die opmerking dan toch maar even maken, er zit een kleine fout in de verordening. Die is niet van materiële betekenis, maar ik wil hem wel noemen. U trekt namelijk, als u tot besluitvorming over zou gaan, de oude winkeltijdenverordening in. Onder artikel 16 staat dat. Daar wordt gezegd dat het om de winkeltijdenverordening 2001 gaat. Die heeft u al ingetrokken, namelijk vorig jaar. Dus daar had moeten staan, en zo staat het ook al in de toelichting, winkeltijdenverordening 2015. Dus met excuus dat dit kleine foutje erin is geslopen. Nogmaals, niet van materiële betekenis, maar we moeten dat straks wel, als u tot besluitvorming over zou gaan, in ieder geval correct doen. Voorzitter. Ja. Het kaartje. Goed. Wie wenst hierover het woord te voeren? Mevrouw Lagas. Ik heb het niet helemaal bijgehouden, waarnemend voorzitter. Maar volgens mij heeft u hier een patroon in, zo langzamerhand. Maar ik vind het niet erg hoor. Wij kunnen kort zijn over dit agendapunt. Bij de vorige behandeling vorig jaar hebben wij al aangegeven dat wij een voorstander zijn voor in overleg met ondernemers te komen tot openstelling van winkels die dat willen op de zondagen. Daar is toen een onderzoek uit voortgekomen wat wij gerespecteerd hebben. En naar aanleiding van dat onderzoek niet alleen, maar ook naar aanleiding van datgene wat wij al eerder vermoeden en wat ook naar buiten is gekomen, dat ondernemers vooral behoefte hebben aan een afgemeten aantal koopzondagen. En die zijn nu op 12 gesteld in dit voorstel. Daar kunnen wij ons in vinden. Wij hadden bij de commissie nog aangegeven van wat ons betreft zouden de supermarkten meer open mogen zijn. Maar ik denk dat we dit jaar een goede start kunnen gaan maken met de 12 zondagen. Waarbij wij ervan uitgaan dat de ondernemers onderling eruit komen wanneer die zondagen dan zullen plaatsvinden. De heer Moerman. Ja, voorzitter. Ook wij kunnen hier kort over zijn. Uitgebreid aan de orde geweest naar aanleiding van inderdaad het onderzoek. Wij hebben altijd gezegd, wat ons betreft zijn de ondernemers, de HVO, leidend hierin. Die doen een voorstel tot het houden van 12 koopzondagen per jaar. Maximum 8 aan één gesloten. Waarbij aangemerkt dient te worden dat de ondernemer zelf bepaalt of hij of zij wel of niet open gaat. Dus wat dat betreft kunnen wij instemmen met het voorstel. De heer Bommers. De heer Bommers. Dank u wel, voorzitter. Ook LPO kan kort zijn. We hebben recentelijk onze visie, onze mening hierover al publiek gemaakt. Dus dat is op zich geen nieuwe inzichten. Het is wat ons betreft aan de ondernemer om te bepalen of hij wel of niet open is op zondag.
Maar tegelijkertijd zijn wij wel voor een gezamenlijke optreden. Om zo sterk mogelijk te profileren. En dat betekent dat wij het voorstel wat de HVO heeft gedaan, daar kunnen wij ons prima in vinden. Wil ik toch nog één klein dingetje aan toevoegen. Ik denk dat het wel heel goed is om het prachtige, mooie Ommen vast te houden. Is het wel goed, denk ik, de wens, verzoek, dat we elkaar wel blijven respecteren voor iedereen die de zondag op zijn of haar wijze wil invullen. Want ik denk dat we dat moeten vermijden, dat dat een polarisatie geeft. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat we elkaar daar niet op gaan aankijken, maar dat we samen daar een mooie dag van maken. Dat was het, voorzitter. De heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben net zeer gedenkwaardige dagen achter de rug. We herdachten het sterven van een redder en van een verlosser. En dan heb ik het niet over een voetbalicoon, maar over een andere JC, over Jezus Christus. En er is ook weinig overeenkomst tussen die twee. Want naast het sterven vierden we ook de opstanding van Jezus. En van hem weten we ons afhankelijk in al ons doen en al ons laten. En vanuit dat weten, vanuit dat geloof, beseffen we ook dat onze Schepper er goed aan heeft gedaan om één dag in die week apart te zetten, om alle overbodige werkzaamheden achterwege te laten. Dat is goed voor alle mensen. Niet iedereen is daar meer even goed van doordrongen en maakt bewust of onbewust eigen wetten. Ik noem er een paar. Wetten van economische belangenbehartiging, van vergroting van aantrekkelijkheid voor toeristen, meedoen of mee moeten doen met de ontwikkelingen enzovoort. Vanuit dat weten, vanuit dat besef, willen we als ChristenUnie een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Ommen. En we krijgen dan wel te horen dat religie achter de voordeur hoort en dat er scheiding moet zijn tussen kerk en staat. Wat sprekers zich dan niet realiseren, is dat het principe van scheiding tussen kerk en staat geen scheiding is tussen politiek en religie. Een christelijke levensvisie heeft invloed op politieke keuzes die je maakt en onderscheidt zich daarin niet van socialistische, liberale of populistische uitgangspunten. Naast dit principiële betoog, meneer de voorzitter, houdt het volgende ons zeker zoveel bezig. De raadscommissie hebben wij al aangegeven wat wij aan ontwikkelingen voor de ommermiddenstand zien gebeuren. Beseffen dat dat betoog aan dovemansoren is besteed als er geen ruimte is voor een debat. Als, met zoveel woorden, voor de betreffende raadsleden de uitkomst al vaststaat. We hebben serieus aandacht besteed aan het IAO-rapport en de uitkomsten op een aantal cruciale punten weerlegd. Voor een aantal fracties was dit rapport overbodig, omdat, zoals gezegd, voor hen de uitkomst al vaststond. Voorzitter, we maken ons zorgen dat alle inspanning om de Ommer binnenstad te verlevendigen door een besluit tot onbeperkte winkelopenstelling op zondag compleet teniet gaat. De grote jongens varen er wel bij. De kleinere ondernemer, ook die nu nog moest meedoen, die delft het onderspit. Waar vinden we over een aantal jaren de levendigheid? In de winkels van de grote jongens en in de horeca. Ommen is geen winkelstad. Daarom is het beter alle inspanning te richten op een betere aanpak om tot verbetering van gezamenlijke openingstijden te komen. Maar de nadruk zal dan wel moeten liggen op een betere samenwerking met een vrije zondag als geschenk, als een zegen. Meneer de voorzitter, langs beide betogen, de principiële en de economisch-maatschappelijke, raden wij een algehele openstelling van winkels op zondag af. Dank u. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ik voelde u al naar me kijken, dus ik denk, nou, volgens mij ben ik aan de beurt. Goed. Zondagopenstelling. Ja, vorig jaar, ik heb iets meer tijd nodig, maar dat scheelt een aantal voor mij waren al, hadden iets minder tijd, dus ik hoop dat u mij dat toestaat. Vorig jaar lag er wat ons betreft een onvoldragen voorstel vanuit het college op tafel rondom de aanpassing van de winkeltijdenwet.
En dat was voor ons ook reden als CDA om het voorstel, en dat betrof toen 52 weken, onbeperkt open, direct van tafel te halen. En een nieuw voorstel hebben we op tafel gelegd gezamenlijk, namelijk 4 goedgekeurde zondagopenstellingen in de zomer van 2015 en een draagvlakonderzoek onder de verschillende inwoners natuurlijk, winkeliers, horeca, recreatie en onze bezoekers. En voor het CDA was het van belang dat de inwoners ook met name gehoord werden. En dat is nu in dit onderzoek meegenomen. En inmiddels is er een jaar later dus onderzoek uitgevoerd door INO Research. En dit onderzoek laat wat ons betreft wel een wisselend beeld zien. En ik denk dat het goed is om dat ook met elkaar te beseffen. Want dit wisselende beeld bestaat uit een groep inwoners die absoluut geen behoefte heeft aan een zondagopenstelling, om verschillende redenen. Maar ook een groep die het prima vindt wanneer de winkels open gaan op de zondag. En ditzelfde beeld zien we terug in de groep van winkeliers. En voor ons, voorzitter, zetten wij een groot vraagteken achter de koopzondag in Ommen, juist ook als we naar het rapport kijken. En uit de enquête blijkt wat ons betreft dat de voordelen niet of nauwelijks zullen opwegen tegen de mogelijke nadelen. En dan toch even kort, als CDA, wie zijn we dan en hoe kijken we dan nu naar de zondagopenstelling? Want in de commissie zijn we daar inderdaad stil over geweest. Voorzitter, als CDA zijn we een brede volkspartij. En binnen onze achterban hebben we meerdere malen gesproken over de zondagopenstelling. En het zal u niet verbazen als ik zeg dat er binnen het CDA verschillend wordt gedacht over een zondagopenstelling in onze gemeente. Er is een groep die geen bezwaar heeft tegen een zondagopenstelling. Alleen zal deze persoon er dan zelf geen gebruik van maken. Maar voor de toeristen kan het geen kwaad, al dus iemand vanuit de achterban. En er is een groep die geen bezwaar heeft en zelf ook zondags op de fiets stapt en even gaat winkelen. En er is een groep binnen onze achterban die van mening is dat we zondag moeten eren als rustdag. 6 dagen zult ge werken, maar de 7e dag is een rustdag. Als CDA Ommen zien we dat de 24-uursmaatschappij nadrukkelijk aanwezig is. Want we staan er zelf middenin. Maar hoe kijken we hier dan naar als CDA Ommen? Op verschillende manieren, en dat wil ik graag toelichten aan de hand van 4 punten. Ons geloof. Voor het CDA is de zondag een rustdag, vanuit onze christelijke achtergrond. Het is 1 van de 10 geboden om de rustdag in ere te houden. De zondag is een dag van kerkgang, van uitrusten, van samen zijn met familie en vrienden. Zondag zien we als een rustpunt in de week, niet voor niets. Het tweede perspectief. Sociaal perspectief, de 24-uursmaatschappij. We leven in een 24-uursmaatschappij, waarin veel mensen elk moment willen benutten. Een wereld waarin we elk moment alles willen beleven. Er ligt veel druk op mensen om te presteren. En er zijn heel veel van ons, heel veel mensen die nu al moeite hebben om een goede balans tussen werk en vrije tijd te vinden. Een zondag waarop we allemaal even op adem kunnen komen en tijd en aandacht voor elkaar hebben, aan ons gezin kunnen besteden, vinden wij als CDA Ommen heel erg belangrijk. En dus niet zoals Herman van Veen in zijn nummer, hoe leuk ik dat nummer ook vind, opzij, opzij, opzij zingt, we hebben ongelofelijke haast. Wij zijn van mening dat het niet goed is voor ons als mens. Het derde perspectief, het economisch perspectief. En ook een belangrijk perspectief voor Ommen, namelijk de aantrekkingskracht van Ommen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Vanuit het economisch perspectief vindt CDA Ommen dat als je dan toch een koopzondag hebt, je het ook goed moet doen. Een binnenstad is pas aantrekkelijk als veel, zo niet, alle ondernemers meedoen. Een half gesloten stad op een zondag en een doodse binnenstad door de weeks, door de verschuiving, hoe trekt die nog extra bezoekers en dus ook extra kopers? En als we eerlijk zijn allemaal, kwam dit ook nadrukkelijk in het onderzoek naar voren. En als men gaat winkelen op de zondag, en dat is niet alleen in dit onderzoek in Ommen, maar dat is breed in Nederland, dan gaat men winkelen voor de gezelligheid. En juist op dat punt, voorzitter, heeft het CDA Ommen zorgen als het gaat om de zondagopenstelling, ook met 12 keer per jaar. We vragen ons af of dit voorstel het gewenste effect heeft, als blijkt dat de helft van de winkels, of misschien meer, want zie ook het onderzoek, in het centrum dicht blijft. Dan is er niet alleen sprake van ongewenste concurrentie, maar ook zeker een gebrek aan gezelligheid. En laten we eerlijk zijn, een euro kan slechts 1 keer worden uitgegeven. En dan
Het laatste perspectief, maar zeker niet het minst belangrijk. De kleine ondernemer. We hebben het ook in andere commissies al aangegeven. Naar ons idee is de zondagopenstelling een nadeel voor de kleine zelfstandige ondernemer. Ondernemers die juist smaak geven aan onze binnenstad en waarvan we er meer willen hebben. Zij zorgen voor het bijzondere karakter dat toeristen juist zo aantrekt. Zij zijn niet bij machten, los dat een aantal ook vanuit geloofsovertuigingen om en niet open willen, om alle dagen van de week open te zijn. De grotere winkels en zeker de supermarkten zijn geen eenpitters en beschikken over meer personeel. Maar kom nou, dat is geen gezelligheid. Zij kunnen ervoor kiezen om personeel eens een dag vrij te geven, na gewerkt te hebben op een zondag. Dit kan een kleine winkelier niet. Wij zien vrijheid om de winkel open te doen dan ook heel anders als het gaat om die kleinere winkeliers. En verschillen tussen ondernemers en ook de concurrentie wordt wat ons betreft juist in het centrum groter. Terwijl wat ons betreft als CDA Ommen verbinden en samenwerken om de binnenstad weer te laten stralen het allerbelangrijkste is. En volgens mij zijn we het daar allemaal over eens. Samenleven en samenwerken doe je namelijk met elkaar. Voorzitter, het CDA is van mening dat er niet eendimensionaal naar het vraagstuk gekeken moet worden. En helaas gebeurt dat nu wel. Maar zoals u gehoord heeft, belichten en bekijken we de zondagopenstelling vanuit verschillende invalshoeken. We zien zeker nadelen, maar zien ook dat de wereld om ons heen verandert en verschuift. We willen graag als CDA Ommen na een jaar nog eens kijken. Hoe gaat het nu met ons Ommen, met de binnenstad, als we het hebben over een zondagopenstelling? Wat heeft het ons gebracht en wat heeft het ons niet gebracht? Voorzitter, het zal duidelijk zijn dat er binnen onze partij verschillend wordt gedacht over de openstelling op zondag. En dit zal ook naar voren komen in ons stemgedrag. Dank u wel. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, met de twee sprekers voor mij, en dat heb ik niet op mijn papier gezet, maar dat kwam er even bij me op in de tijd dat ik in het hervormd centrum categorisatie kreeg van dominee Dirk van Heist. En dat was een man naar mijn hart, moet ik eerlijk vertellen. En als die nog in ons midden was geweest, had hij gegarandeerd gezegd van hou je aan de 10 geboden en laat die winkels dicht. Maar voorzitter, ik heb vorig jaar in een krant gelezen dat er een moderne PKN is. En dat de dominee in Ommen gezegd heeft van we moeten geen belemmering opwerpen, woordelijk geciteerd, geen belemmering opwerpen voor de zondagsopening. Want iedereen moet daar de vrije keuze in hebben. En volgens mij schreef hij daarbij, of zei hij daarbij, het is niet mijn keus. Ik doe geen boodschappen op zondag. Maar degene die dat wil doen, die moet dat vooral doen. En die vrijheid moeten wij als kerken niet opleggen aan deze mensen. Voorzitter, ik zag vorige week, naar aanleiding van, en dat was volgens mij in de Stento van of een aantal weken geleden, naar aanleiding van de discussie over de afschaffing van de zondagswet, zag ik een citaat van een dominee Dallassen die eigenlijk precies hetzelfde zegt. Ik en mijn fractie kiezen voor de insteek van de laatste twee dominees. Van laten we als kerken geen belemmering opwerpen, maar laten we de vrijheid over aan de mensen die de boodschappen willen doen en de winkels open willen houden. Nou, dat is even voldoende zo wat ik wil reageren op de laatste twee sprekers. Voorzitter, en ik ga het ook kort houden, want op 2 juli 2015 hebben wij voldoende gezegd van wat onze insteek is. Vrijheid bij de ondernemers, en ik hoor het nu ook weer een aantal fracties zeggen. En dat heeft mij eigenlijk, kwam er in mijn hoofd op van laten we daar eens een motie over maken. Want ik besef me dat er op dit moment waarschijnlijk niet meer haalbaar is dan het voorstel wat voor ligt. Ik ben er ook zeer content mee, want daar hebben we een hele grote stap gemaakt om te laten zien dat wij het goed vinden voor Ommen in algemene zin. Want ik heb de afgelopen zomer, voorzitter, 4 zondagen boodschappen gedaan in Ommen. En ik heb 4 zondagen met mijn gezin genoten op een terrasje met een glaasje bier. En gezien hoe druk het was en hoeveel mensen er genoten van de mogelijkheid om boodschappen te doen in Ommen. En dat wil ik graag voorzetten met deze 12 zondagen. Voorzitter, ik wilde een motie maken. Ik heb het niet gedaan, want ik denk, ik zal eens eventjes gewoon in het betoog eens even proeven van hoe mensen er tegenaan kijken. En eigenlijk hoorde ik mevrouw Bakelaat ook al zeggen van ik stel voor aan deze gemeenteraad, en dat doe ik dan zonder motie, om volgend jaar in februari met elkaar eens een discussie aan te gaan voor wat die 12 openingen nou echt gebracht hebben.
En dat te bekijken vanuit positieve zin. Van als het veel goeds gebracht heeft, dan breiden we het uit naar de 52. En dan laten we de ondernemers in om kiezen van hoeveel dagen ze open zijn. Voorzitter, wat me wel betreurt. En ik kijk even naar de portefeuillehouder. Want ik ben vanmorgen, al stond het nog gisteren in de krant, verschrikkelijk geschrokken van wat er in de krant stond, voorzitter. Want u heeft iets teweeggebracht wat nog nooit gebeurd is in Ommen. U heeft verdeeldheid gezaaid in het CDA. En dat heb ik hier nog nooit meegemaakt. Sterker nog, het CDA heeft altijd strak krachtig vastgehouden, ook aan de coalitie, en altijd eendrachtig gestemd. Hoe gaat u, voorzitter, die verdeeldheid binnen het CDA weer weghalen? Oh, je bedoelt het portefeuille houden. Nou, zeg dat dan de volgende keer ook. Nou, er is geen sprake van verdeeldheid. Er is gewoon sprake van verschillende opvattingen. En dat moet kunnen binnen een brede volkspartij. Meneer De Vries Robles. Kijk, het gaat in één keer goed. Voorzitter, zonder een hele lange uitweiding te willen houden over zondagsopening, zondagsluiting, zal ik gewoon het standpunt van onze partij herhalen wat we eigenlijk de hele discussie altijd volgehouden hebben. Dat wij vinden dat er in principe vrijheid moet zijn voor degene die dat wil of niet om open te zijn op die zondag. En hoewel wij religieuze uitgangspunten respecteren, zouden wij daar eerder van geboden en niet van wetten willen spreken. Want volgens mij worden wetten in dit land gemaakt door onze overheid. En ik wil u er in dat verband op wijzen dat de eerste winkelsluitingstijdenwet in Nederland geïntroduceerd is in 1930. En dat het voor de oorlog heel erg gebruikelijk was dat winkels op zondag open waren. Met andere woorden, ondanks het feit volgens mij dat de gebeurtenis waar velen dan hun geloof aan ontlenen, namelijk 2000 jaar geleden, het nog slechts zeer recent is dat er een winkelsluiting op zondag in dit land geldt. En ons belangrijkste kernpunt is dat die vrije dag in de week niet per definitie de zondag hoeft te zijn. En dat het al voor grote groepen in de samenleving niet zo is dat die zondag voor hen een vrije dag kan zijn. En dat is denk ik een van de belangrijkste argumenten om te zeggen dat je het in principe vrij moet laten aan mensen om te bepalen of ze wel of niet op zondag willen werken en dus op een andere dag van de week vrij willen zijn. Het woord is aan de heer Bouwmans. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zat even te denken in welke rol stap ik naar voren, want ik heb twee kaartjes zoals u weet. Eén als voorzitter en één als burgemeester. Maar in dit geval als portefeuillehouder EZ. Maar misschien is het eigenlijk wel mooi dat ik hier met de Amstketen sta, zat ik net te denken. Want kijk, je kunt vanuit verschillende invalshoeken naar de discussie over de koopzondag kijken. En ik denk ook dat je moet respecteren dat je er heel verschillend in zit. Een aantal van u heeft dat ook heel prachtig, denk ik, onder woorden gebracht. Ik heb, zeg ik ook, richting de heer Van der Mooren heel goed geluisterd naar wat de heer Marsman heeft ingebracht namens de ChristenUnie in de raadscommissie. En ik respecteer dat ook en ik vind ook dat hij heel zorgvuldig te werk is gegaan. En ik realiseer me ook dat je naar een onderzoek, bijna ieder onderzoek, ook op verschillende manieren kunt kijken, daar ook verschillende conclusies uit kunt halen of conclusies op een eigen manier kunt wegen. En ik denk ook dat als ik zo wat naar de discussie luister die in de raad plaats heeft gehad, ook zojuist, maar ook al in de raadscommissie, dat het belangrijkste is wat je ook uit deze discussie kunt leren, dat je niet alleen vandaag op een respectvolle manier met elkaar om moet gaan. Ik wil u daarmee complimenteren, dat doet u, want volgens mij houdt u allemaal rekening met de gevoelens die dit onderwerp ook bij een ander kan oproepen. Maar ook daadwerkelijk bij de uitvoering daarvan. Ik denk toch dat het college een goede inschatting heeft gemaakt dat een meerderheid in de gemeenteraad is voor het voorstel dat nu voor ligt. Dus het zou zich kunnen aftekenen dat dat besloten wordt. Maar ik denk dat ook in de uitvoering straks rekening gehouden moet worden, juist in de samenleving hier in Ommen, met de gevoeligheid die daar ligt. En ik denk dat er twee kanten op kan gaan. Ik denk dat dat met respect moet zijn, maar ook op het moment dat je dit dan doet, laten we dan ook zorgen dat het wel succesvol is. Want we hebben er ook niks aan dat we deze hele discussie met elkaar gevoerd hebben, om dan vervolgens tot de conclusie te komen dat het in de uitvoering niet goed gaat. En ik denk dat mevrouw Baaklaar wel de vinger bij een aantal perspectieven heeft gelegd waar ik ook wel herkenning op heb, laat ik dat maar zo zeggen. Je moet het ook niet eendimensionaal bekijken. En ik denk ook dat wat hier geldt ook onder de leden van de HVO geldt. Je hebt voorstanders en je hebt mensen die daar absoluut niet enthousiast over zijn. Ik denk ook dat de uitdaging voor de HVO is, zoals dat voor ons is, om te zorgen dat we het gewoon op een goede manier doen.
Ik denk dat we met 12 keer per jaar dat een goede afspraak zou zijn om het op die manier in te vullen. En ja, het is wat lastig voor mij om iets over een evaluatie te zeggen. Er zijn twee fracties die ik naar voren heb gebracht. Overigens denk ik allebei misschien wel vanuit een iets ander perspectief. Maar ik kan me goed voorstellen dat het initiatief wil ik dan ook maar even bij de raad laten. Ik zeg dat nu als voorzitter van het college of portefeuillehouder. Om te kijken of er volgend jaar behoefte is aan een gesprek daarover. Ik denk in alle eerlijkheid dat een onderzoek zoals we dat nu met INO hebben gedaan dan niet van hele toegevoegde waarde zou zijn, als ik maar vast een voorschotje mag nemen. Maar gewoon eens met elkaar open het gesprek, ook met betreffende ondernemers. Zou ik op zich niks op tegen hebben, maar ik zou zeggen, dat kunt u ook prima als raad oppakken als u daar behoefte aan zou hebben. Ja, nou voorzitter, ik kan er heel veel meer over zeggen. Ik denk dat het verstandig is dat de raad een besluit neemt. Ik zei net al, het is wel goed dat ik hier met de Amstketen omsta, want van de burgemeester mag u één ding verwachten, dat hij verbindt in de samenleving en dat hij oog heeft voor de verschillende gevoelens die er leven. En nou ja, dan is het toch prettig dat ik als portefeuillehouder EZ dat ook kan doen. En u mag mij erop aanspreken wanneer u signalen krijgt dat dat onvoldoende tot uiting zou komen het komende jaar. Dan ben ik daar in ieder geval op aanspreekbaar. Maar ik hoop gewoon dat we dit op een goede manier met elkaar vorm kunnen gaan geven. Voorzitter, dank u wel. Wie wenst er in tweede termijn het woord nog te voeren? De heer Van der Mooren. Begrijp dat ik wel meer naar voren moet zitten. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb niet heel veel behoefte om te reageren, maar wel naar één mederaadslid, de heer De Jonge. En ik spreek in de eerste plaats mijn waardering uit voor de manier waarop hij zijn bijdrage is begonnen. Die weet ik wel degelijk, die weten wij wel degelijk te waarderen. Ik heb wel behoefte om een kleine aanvulling of een kleine reactie te geven. Uit uw betoog kon iets worden opgemaakt. U verwees met name naar de woordvoerder van CDA en naar mij wat de insteek betreft. Daar kon de suggestie uit ontstaan dat kerken of religie gaat voorschrijven wat anderen moeten doen. Dat ontkennen wij ten zeerste. Het is niet, dat zeg ik naar aanleiding van uw betoog over wat de predikanten zeiden. Predikanten heb ik vanavond niet aan het woord gehoord. Wel onder andere hebt u mij gehoord. En in mijn betoog heb ik een getuigenis afgelegd zoals wij religie in ons politiek handelen tot uitdrukking willen brengen. We laten een ieder vrij in eigen keus en in navolging van wat de portefeuillehouder zojuist ook opmerkte, meer van ons. Het respecteren van elkaar is wel degelijk aanwezig, maar we hebben wel een heel duidelijke stellingname waarbij, ik herhaal het, niet alleen het principiële punt voor ons zwaar weegt, maar ook de ontwikkeling zoals wij die in de binnenstad zien gebeuren, die gaat ons zeker zoveel ter harte. Daar maken wij ons zorgen om. Dank u. Ja, voorzitter, mijn inbreng, en ik heb zeg maar aan het begin ook al aangegeven dat ik dat even uit mijn vrije hoofd deed. Als meneer Van der Moor goed gelezen heeft wat ik verleden week of afgelopen dagen op Twitter gezet heb, dat ik respect heb, en zeer veel respect heb ook voor mensen die anders denken dan anderen. Ook respect heb voor de insteek van wat ik gelezen heb vanuit de ChristenUnie. En er ook bij aangegeven dat ik ook diezelfde respect terug ontvang. Het enige wat ik probeerd heb is te citeren wat ik gelezen heb in kranten, wat predikanten daar gezegd hebben. En dat ook al aangeeft dat je zeg maar ook binnen kerk en binnen geloof, en volgens mij zei D66 ook, dat je heel veel verschillende ideeën daarbij kunt hebben. En niet meer en niet minder. En dan nogmaals, ik ontvang wat u zegt respectvol. En ik verwacht dat aan de andere kant, en u geeft er zelf al aan, ook van deze kant. En niet meer, niet minder, voorzitter, en daar wou ik het belaten. Verder niemand meer. Ik neem aan dat u ook niet wilt reageren. En dan stel ik voor dat we overgaan tot hoofdelijke stemming. En dan begin ik bij mevrouw Bakelaar. Tegen. Mevrouw Makkinga. Voor. De heer Leuwik. Voor. De heer Dunnewind. Tegen. De heer Van der Mooren. De heer Veurink. Tegen. De heer Wind. Tegen. De heer Bongers. Voor. De heer Remmers. Voor. Mevrouw Lagas. Voor. Mevrouw Schunselaar. Voor. De heer De Jonge. Voor. De heer Middelkamp. Voor. De heer De Vries Robles. Voor.
De heer Mors. Voor. De heer Moerman. Voor. De heer Katerberg. Tegen. Het voorstel aangenomen met 11 voor en 6 tegen. En dan sluit ik hierbij de vergadering. Bel thuis.